Actrice Monique van de Ven maakt binnenkort haar terugkeer naar het grote scherm na een afwezigheid van zes jaar. Ze zal te zien zijn in een nieuwe speelfilm, zoals ze woensdagavond onthulde tijdens het programma Opium op Oerol. De film betreft een co-productie tussen Amerika en Nederland, geschreven door haar echtgenoot, Edwin de Vries. Het verhaal draait om een oudere acteurskoppel waarvan de vrouw, een Nederlandse actrice, getrouwd is met een Amerikaan. Ze hebben jarenlang in Los Angeles gewoond en genieten daarvan sterrenstatus. Maar zijn inmiddels beide 70 jaar oud. De film zal hun leven tonen door de jaren heen, ook toen ze nog in de 30 en 40 waren. De opnames voor deze nog titelloze productie staan gepland voor begin 2025, al dus De Vries. Verdere details over de regisseur of medacteurs zijn nog niet bekendgemaakt door het echtpaar. Van de fans laatste filmoptreden was in 2018 in de tragicomedie Doris. Later dit jaar worden de lang verwachte opnames gestart voor de vervolgfilm op Amsterdam uit 1988, waarin Huub Stapel terugkeert als regisseur Erik Visser. Of Van de Ven ook haar rol als vrouwelijke hoofdrolspeler uit het origineel zal hernemen, is nog niet door regisseur Dick Maas bevestigd.